Transparant maken van het systeem rond grondbeleid is erg belangrijk, zei president Chandrika Prasad-Santokhi gisteren bij de lancering van de database grondzaken op zijn kabinet. Binnen het systeem zullen de gegevens van grondaanvragen en alle data daaromheen worden opgenomen. Elke burger kan uiteindelijk alles monitoren vanuit zijn mobiele telefoon. Met één knop kan je aanvraag indienen, met één knop kan je aanvraag monitoren. Als dingen niet ingaan, kan je klacht indienen, kan je beroep bij de president. Totdat je stuk helemaal afgehandeld is bij GLIS. En dat er een nummer is, een uniek nummer, wat tot en met GLIS doorgaat, dus bypass is onmogelijk. Alleen kan je een mooi systeem hebben. En dat hebben ze. Een prachtige software, dat hebben ze. Maar het zijn uiteindelijk mensen die het afhandelen. Dus we moeten ook kijken wie het afhandelt. Dat personen zijn die ook geselecteerd gaan worden en dat ze ook gemonitord gaan worden bij die afhandeling. Want met een goed systeem wordt er een professioneel team dat vertrouwen uitstraalt. De president geeft verder aan dat de database ervoor garant moet staan dat de afhandelingen van de grondaanvragen onpartijdig verlopen. Met dit systeem moeten alle problemen tot het verleden behoren en moet er een probleemloos systeem gaan lopen. De digitalisering van grondgegevens is een cruciale stap in het verbeteren van de efficiëntie binnen het ministerie van Grondbeleid en Grondbosbeheer.